Ik ga nu boodschapjes doen. Kijk hoe schattig die is. Oh. Goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik zit in mijn studiokamertje. En de vlog van gisteren had ik geüpload op YouTube. Maar ik mag de muziek niet gebruiken. Die werd gespeeld op het feestje. Dus ik moest eventjes snel een andere muziek onderzetten. Het kan zijn dat de vlog van eergisteren iets later is gekomen. Maar hij staat nu in de render. Maar ik was gisteren laat. En was ik ook nog bezig met vlog 104. En toen had ik al vermoeden dat ik sommige muziek niet mag gebruiken. Maar ik dacht, weet je wat? Ik ga nu gewoon slapen. Het is veel te laat. En dan zie ik het morgenochtend wel weer. Maar ja, ik zit nu nog steeds te wachten. En ik kon geen andere muziek vinden wat er een beetje bij paste. Dus de dance moves die worden gedaan vergeleken met de muziek is echt gewoon uit ritme. En het klopt gewoon ook echt helemaal niet. Maar dat zien jullie vanzelf allemaal in de vlog. Dat hebben jullie trouwens al gezien. En dan gaan we nog een keer vlog 104 voor de derde keer opnieuw renderen. Want YouTube pakt de muziek weer niet. Dus ik heb hem net opnieuw verwijderd. Het is nu al 3:30. Ik zit hier echt al vanaf weet ik veel hoe laat. Ik ben er nu een beetje klaar mee. Dus hij staat nu opnieuw in de render. Als hij klaar is met renderen, hoop ik maar dat YouTube hem dit keer wel pakt. En zo niet, dan weet ik het echt niet meer. Ik heb alles nu geprobeerd. Ik heb de muziek veranderd bij sommige stukjes, omdat hij dat niet pakte. En bah! En je zou misschien wel denken van ja, waarom laat je ons dit zien? Het maakt ons toch niet uit? Maar ja, het maakt wel uit, want dit is ook een deel van mijn leven. Dit hoort ook bij het vloggen en het gaat niet altijd even goed. En het is ook niet altijd op tijd, dus ik vind wel belangrijk dat jullie dit ook zien, want heel vaak laat ik het gewoon uit. Ik ga nu boodschapjes doen en de video staat nog steeds in de render. Ik ben er echt nog lang niet klaar mee, maar we moeten vanavond ook eten hebben. Dus ik dacht van mezelf, nou weet je, dan ga ik wel even mee. Dan hoef mijn vader niet alleen boodschappen te doen. En dan kan ik zelf ook nog even wat lekkere dingetjes halen, zoals pizza en gewoon die snackjes. Dus wat wil je vanavond gaan eten, pap? Hey? Wat wil je vanavond gaan eten? Weet ik niet. Oh, nou, dan gaan we het zien. Ik heb het al gehaald. Moe, oh. Zo, wat is dat stressvol boodschap doen? Zeg, zo alles gehaast. Jongen, 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 toch. Nou, dan lopen we maar helemaal om. Wat zijn ze allemaal aan het doen? Goed, mijn vader die is er ook nog steeds. We hebben een boodschap gedaan bij de Bas. Jeetje. We moeten een hele omweg doen nu. We hebben net boodschappen gedaan bij de Bas. En daar hadden ze een bepaalde kruiden niet. Dus dan moest ik weer naar de Albert Heijn. En die had het gelukkig wel. Na echt 80 jaar zoeken. En al dat gehaast. En nu moeten we nog naar Lidl voor kip. En gehaald tot morgen eten we silicon carner. Of hoe je dat ook uitspreken. Ja. En ik heb gehoord dat je van dat echt heel veel scheetjes gaat laten. Dus gaan we het wel zien. Maar ik snap niet waarom ze dit helemaal afzetten. Terwijl ze er nog wel eens mee bezig zijn. Ik kan het gewoon doorheen lopen. Eet Marcelle ook gewoon thuis mee? Oh, oké. Oké, nou, we gaan het wel zien. Ik heb het wel gevraagd, maar niet gehoord. Oké, nou, we gaan het wel zien. Wij gaan even snel naar Lidl. Dan gaan we, oh ja, kip en gehakt halen. En dan gaan we koken. Huh? Ja. Ga jij de kip doen? Ja. Oké, helemaal toppie. Wij zijn inmiddels alweer thuis. Ze zeggen, stress, boodschappen doen. Maar gelukkig had Albert Heijn het wel. Ik bedoelde dit vind ik zo lekker om over de kip in te doen. Dus ik ga nu koken, ik ga de kip eventjes bereiden. Daarna gaat het in de oven, daarna de aardappeltjes. De sla en zo, dat is allemaal op het laatste moment eigenlijk dat je dat hoeft te doen. Dus het is time to cook dinner. Hebben wij ook altijd weer, hè? We willen naar buiten gaan frituren, want we hebben van die heerlijke aardappeltjes. En we zetten net de frituurpan buiten. Het is al die tijd droog gebleven. En wij gaan frituren en het begint gewoon te regenen. Dus mijn vader is nu eventjes snel alles in elkaar aan het zetten in de schuur. En dan ga ik de aardappeltjes maar brengen. en we hebben ook geen licht in de schuur. Echt weer ons, hè? Echt wij weer. Alleen wij hebben geen licht in de schuur. Ik ga heel eventjes dit naar mijn vader toe brengen. En dan dan kunnen we gaan frituren, denk ik. Als hij daar het draad heeft aangesloten.
Dus dan gaan we dat even doen. Oké, hoe ga ik dit doen? Bak hier. En dan ga ik het even zo doen hoor. Ik begin een stukje. Up. Oh, 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 mijn camera wordt nat. Oké, okay. rennen. Lukt het? Hé, je hebt licht. Ja, hallo. Hey. Nou, kijk eens, toch een mooi tafeltje. Moet even kijken waar zou ik je neerzetten. Ja. Gaat net niet. Schat. Voor wat is die stekker dan? Die is van bericht, van buiten. Tijd zal lukken? Ja, mooi hoor. Oké, top. Dan ga ik naar binnen, ja? De kip is klaar. Adios. Als je die andere bak doet. Die patat zo toch wel terug in gooien? Ja. Ja, als je binnen bent, dan kom ik gewoon. Ja, oké. Doei. Oh, wat heet het. Hallo, schatje. Oké, nou. Dat is ook weer geregeld. Mijn vader had het schoongemaakt, maar dat is nu ook al niet meer te zien. Wij gaan zo lekker eten, maar ik ga eerst even de kip uit de oven halen. Mijn vader is de aardappeltjes aan het doen. Mijn mannetje is ook al klaar met werken, dus alles gaat helemaal top komen. En ik ga ook nog even de tafel dekken, dat is natuurlijk ook belangrijk. Wij gaan lekker eten kip met sla en aardappeltjes, waar Marcel er nu mee bezig is. Eet smakelijk! Wow! Alle mijn video's staan eindelijk online. Dus daar ben ik ook klaar mee. Het heeft me echt gewoon heel de middag gekost. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Ik ben blij dat hij online staat. Dat geeft me ook wel eventjes een opgelucht gevoel. En geen stressgevoel. Maar we hebben heerlijk gegeten. We hebben lekker kipjes gegeten. Dus dat was echt... heerlijk. Ik heb het trouwens echt lang niet meer op, kip uit de oven. Dus als je het dan eet na een hele lange tijd, denk ik bij jezelf, lekker. Nou, het is ook onderweg hier naartoe en ik moet nog tanken voor mijn vader. Aangezien ik al 2 dagen lang eigenlijk zijn auto heb geleend. En om het zo netjes te houden, wil ik wel gewoon tanken voor hem. Want ik rijd wel zijn tank leeg. Tenminste, Nijtje rijdt de tank leeg, maar... omdat ik vroeg of ik zijn auto wilde lenen. Ja, jullie snappen het wel. Vind ik het wel gewoon zo netjes om ook te tanken. Dus dat ga ik zo meteen eventjes doen. En ik vroeg of Nigel met mij mee wilde naar de IKEA. Om een lekker kopje koffie te drinken. Maar hij wist het nog niet. Hij moest nog eventjes bekijken of hij dat wel wilde. Dus ik wacht eigenlijk tot hij hier komt. En dan gaan wij misschien naar de IKEA. Misschien ook wel niet. Aangezien er ook geen serie is. En er is niet echt veel op YouTube. Dacht ik bij mezelf. Nou, misschien kunnen we leuk gezellig naar de IKEA gaan. En... Sinterklaas, dat vier ik niet meer. Maar één ding, als ik dit zie in de winkel, dan zijn het die lollies. Dan zijn het die lollies wel. Jullie kennen ze vast wel. Deze komen toevallig van de Bas. Ik weet niet of andere winkels deze ook nog hebben, maar die chocololies. Heaven. En natuurlijk heb ik ook, aangezien ik naar Albert Heijn moest, de Double Oreo gekocht. En de chocolade Oreo gekocht. En het andere is al bijna op. Echt heel erg interessant, Sarella, dat je andere Oreo's op zijn. En natuurlijk heb ik de cadeautjes hierin liggen. Dus ik ga dat niet laten zien. Want anders weten jullie wat ik allemaal ga weggeven in de giveaway. En over dat gesproken. Ik moet nog 1 cadeautje halen. Ja, dat moet ik gewoon nog eventjes doen. En als ik dat heb gedaan, dan ben ik klaar voor... de giveaway. Dus ik kan niet wachten dat jullie alles zien. En dat ik eindelijk de giveaway kan doen. En dat ik dan iemand mag uitzoeken. En weet ik veel wat allemaal. Dus ja, ik heb er onwijs veel zin in. We zijn bij de IKEA. Mijn vader die is weer terug geweest met stukken. Nigel Star. En we hebben ons koffie. We hebben 2 grote, 1 kleine. En we hebben een heel schattig boekje gekregen. Kijk hoe schattig die is. Met een hondje. Ze houden van ons. En lekker veel slagroom, dus wij gaan genieten. Netjes opruimen. Natuurlijk. Zo. Alsjeblieft. Dat had je niet verwacht, hè? Nee, ik had niet verwacht. Allemaal je eentje. Mocht ik hem nu nog wel even? Nee. Eerst op start. Nee. Dan op... Oké, scan hem maar. Robert? 1,99 en dan afronden en dan... Nee. Ja. En dan nee.
is niet warm. Ligt thuis en dan betaaldingen. En dan moeten ze het spinpas pakken. Waarom doe je dat nou? Die is veel te lang. Ik krijg gewoon een bonnetje. Heb je al betaald? Ja. Heb je dat gedaan? En dan moeten we dit zo doen. En dan moeten we het zo doen. Zo, en dan gaan we door. Is dat altijd zo lang? Nee, niet zo lang. Jouw pimpels is illegaal. Dat doe je wel goed. Oh, haar, wat heb ik nodig? Ongeloofd toch? Ongeloofd 95. Pomp 2. Ja. Is dat normaal? Ja. Nijteltje is inmiddels alweer in de huis en ik ga lekker slapen. Ik ben nog heel even op de Xbox geweest en ik heb nog een paar dieren getemd. En dat was eigenlijk best wel leuk. En nu is het wel weer tijd om te gaan slapen. Dus ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze video leuk? Beloon hem zeker met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer op mijn YouTube kanaal. Het is geheel gratis. En dan zie ik jou morgen bij een nieuwe vlog. Doei doei!